Hoi, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag gaan we kijken hoe je een dikke boom, die je niet kan tillen, zeg maar, hoe je die best in plakjes kan zagen om vervolgens klein te maken voor of je kloofmachine of gewoon met je bijl te kloven. Kijk, hier ligt een hele dikke eik. Een gedeelte daarvan wil ik bewaren, zeg maar. Er zit een ideale zijtak aan. Als die dadelijk valt, dan valt hij op de grond en dan ligt hij heel stabiel. Dus het is een ideale boom om op te trainen met de trailmotor. Om over een bomen en dat soort dingen te oefenen. Kijk, en het is best wel een behoorlijke jongen. Hier zit die zijtak zo. Dus als die straks op de grond ligt, dan kan hij niet meer rollen als het ware. Dus het is ideaal. En hier heb ik al een paar keer wat stukjes afgezaagd. Daar ligt ook nog wat, maar het is allemaal veel te zwaar. Daaronder ligt er ook nog eentje daar zo. Dus ik denk van, weet je, we gaan eens proberen om... hij ligt heel gevaarlijk, want hij staat echt op kiepen. Om dit een beetje netjes op te ruimen, door te zagen. En dan een paar stukken met de bijl te hakken. Eens even de pikhaak erbij pakken, want hij ligt echt link. Ik zal je laten zien. Kijk, hier ligt hij boven op die andere stam. Dus hij rust daar zo. Dit stuk moet er straks gewoon vanaf. En dan heb je hier die zijtak. Die leunt hier op het uiterste einde nog op deze stam. En dan hier is die eigenlijk helemaal vrij. Hij leunt hier ergens op een klein puntje nog. Dus hij kan elk moment, zeg maar, vallen. Nou, als je hieronder kijkt, dan zie je eigenlijk dat hij hier alleen nog maar op dat blok leunt. Dus ze moeten echt opletten wat we gaan doen. Eerst maar eens een beetje opruimen, dat we er wat beter bij kunnen. Dus die stam hier, die kan denk ik al weg. Nou, dat is super belangrijk, dat opruimen. Dat je er fatsoenlijk van weg kan springen. Fatsoenlijk bij kan, dat soort dingen. Ik moet altijd wel lachen om de comments. Zeg maar, er zijn mensen die zeggen van, ja, je moet die stapel helemaal ordenen en op blokken leggen en dat soort dingen. Je kunt hier helemaal niet komen met een graafmachine of iets dergelijks. Alles zwaarder dan 500 kilo, dat zakt gewoon meteen tot de assen weg. Ze hebben hier al heel vaak iets eruit moeten trekken, dus dat is onmogelijk. Dat is te drassig. Het idee is dus heel simpel. We gaan eerst even nog wat opruimen. Dus die grote stukken die ga ik nou doorsnijden. En dan laat ik je zien hoe je die heel makkelijk, met een methode voor de bijl, hoe je die heel makkelijk in stukken kan hakken. Kijk, want er is geen beweging in te krijgen. Je moet hem eerst kleiner maken. Nou, die zaag die heeft u net al een tijdje warm staan draaien. Dus die moet het als het goed is nou gewoon doen. Het is weer leuk. Natuurlijk moet je hier nou een wichtje in slaan en dan kun je hem verder doorzagen naar beneden. Hij ligt vrij van de grond daar zo, dus waarschijnlijk niet in de zand. Dus op zich moet dat lukken. Alleen ik had van die houtkleurige wichtjes, een stuk of vier. En ik ben ze alle vier kwijt en dat is dus een nadeel. Je moet dus echt wel een rood of oranje kleurige wicht hebben. Die zie je makkelijk liggen, want als je ze dus van hout maakt, dan ben je ze gewoon kwijt. En nu moeten we iets anders gaan verzinnen. Het is precies waarom ik altijd mijn bijl meebreng. En dan kun je er ook mooi als wicht tussen slaan. Dat soort dingen. Je kunt er meestal wel iets mee. Misschien hier er zo ertussen. Map. Nou ja, zoiets. Ja. Kijk. En dan hier gewoon een stukje schors of zo als wicht gebruiken. Voilà. Nou, nog een keer.
mooi, want nu kunnen we eindelijk rechtop zetten en kan ik laten zien wat ik eigenlijk wilde gaan demonstreren. Kijk, mooi schijfje. Nou, je kunt hier natuurlijk op gaan mappen, platleggen en mappen totdat hij uit elkaar gaat als een dolle. Maar er is een makkelijke manier en dat heb ik één keer eerder gedaan. Dus ik ga het nu voor de tweede keer proberen en ik probeer het even op film vast te leggen. Eigenlijk gaan we hier allemaal inkepingen in maken en dan niet doorzagen verder. Want soms zie je ook wel mensen, ja, weet je, je hebt die zaag, waarom zaag je hem niet helemaal daarmee in plakjes? Ja. Je bent gewoon vrij veel tijd kwijt daarmee. En als je die plakjes zo zaagt, dan kun je hem gewoon met een bijl in stukken slaan. Oké, hier gaan we. Ik hoor je denken, wat is die nou weer aan het doen? Maar dit is het eindresultaat, zeg maar. Dus gewoon inkepingen. Misschien hoeven ze niet eens zo diep als dit. Maar ik wil natuurlijk dat het zeker lukt voor de film. Dus ik heb ze iets dieper gezaagd. Maar en nu is het gewoon een kwestie van een goede bijl. Nou, dat wordt dan weer een mooi testje voor die nieuwe viskaars van de vorige keer. Even kijken, we zullen hem eerst even omduwen. We hebben wel een probleempje met de zompigheid hier, dus het veert behoorlijk. Dus ik ben benieuwd of het meteen mooi in stukken valt. Maar dat gaan we zien. Het gaat erom dat je ja, dit soort brokken dadelijk gewoon makkelijk naar je kloofmachine kan. Of op een hakblokje verder kan splitten met de bijl. Wat je wil. Maar dat je niet je rug breekt aan van die grote stammen. En je kunt hem natuurlijk ook, sommige zagen hem echt helemaal tot ja, open haard of kachel size blokken met de kettingzaag. Maar ja, dan ben je gewoon een hele dag bezig. Dit zijn gewoon een paar inkepingen. Dat duurt hooguit 40 seconden of zo. Je gooit de blok om, je pakt de bijl en je mapt hem in stukken. Nou, het is niet mijn meest goede dag qua rug, dus we moeten een beetje opletten met wat ik doe. Ja, kijk, dat is wat ik bedoel. Je mapt hier en je hebt dat stuk meteen los. Nou, even kijken of we de rest ook los krijgen. Kijk, en dan valt het blok gewoon uit elkaar in kleinere draagbare stukjes. Maar ja, ik zei net dat het veerde en dat veert ook echt. Moet je kijken waar ik in sta hier. En daar ligt dat blok, ligt gewoon ook in dezelfde soort ja, prut. Kijk, en hier zie je al meteen, ja, die stukken die zijn al gewoon door. Kun je oprapen, kloven met de kloofmachine of met je bijl je bovenop zetten. En dan op de bult of berg. Ja, we hebben een viskaars, dus waarom zou je hem dan op de kloofmachine leggen? Want dit is eigenlijk veel leuker, kijk. Hop. Hop. Dat maakt het dus wel gewoon behapbaar. Ik zit net te denken, moet je kijken wat een prachtige krul. En dat komt natuurlijk doordat je met die zaag in de, ja, in de lengte richting in die boom zit. En dan krijg je van die, ja, met een ripsaw noemen ze dat eigenlijk. Als je planken zaagt, krijg je ditzelfde idee. Alleen hebben die tandjes op de ketting dan een net iets andere stand, een andere hoek. Trouwens, het gaat wel met een gewone ketting. Dat is trouwens een projectje wat nog in mijn achterhoofd aan het broeien is. Ik wil eigenlijk van die kersen daarachter
gewoon een paar mooie planken maken. Geen idee wat ik ermee ga doen, maar gewoon voor de heb en dan binnen drogen en dan ooit een keer ergens voor gebruiken. Dit is natuurlijk zonde om hier in dat drassige gras te laten liggen. Want één handje en een lucifertje erbij en je hebt je kachel aan. Nou, ik ga zo nog even door, nog een paar brokjes afzagen en dan die bomen opruimen. Maar ik wilde jullie eigenlijk nog even iets laten zien. Even naar deze kant van de poel bij het bosje. Het is niet zo goed te zien op camera, zie ik. Maar als je hier kijkt, dit was helemaal dichtgegroeid. En we hebben nu eigenlijk elke boom laten staan die echt gezond en recht was. En dan een meter uit elkaar ongeveer voor de eerste paar jaar. En dan zullen we hem straks nog wel weer wat moeten uitdunnen. Als je hier kijkt, dan zie je dat eigenlijk al een beetje. Dus overal zie je nou bomen en ruimte ertussen. Nou ga je echt een bos krijgen, als het ware. Zo heb ik ook een beetje een overzicht gekregen van wat er allemaal staat. Er staan berken, zwarte els, maar ook een soort lijsterbes, beuk, hagebeuk, dat soort dingen. Dus er staat van alles tussen elkaar. En het krijgt nou een beetje de licht en de ruimte, zeg maar, om de lucht in te gaan, breder te worden. En misschien moet het straks nog wat verder van elkaar. Hier ligt een stapel, daarachter liggen er nog een paar met alle boompjes die we eruit hebben gehaald. En daar hebben we ook al een bestemming voor gevonden. Die gaan we gebruiken rondom de moestuin. Dan gaan we een soort wal maken, net zoals we wel eens met wilgetakken doen. Maar dan met deze boompjes. En dan komen die reetjes niet meer in mijn moestuin. Of niet meer, ze zijn er tot nu toe nog niet geweest. Maar dan we een soort wal eromheen hebben, houdt ook een beetje het onkruid weg. En ik ben van mijn... van mijn struikjes af. Je zou ook nog kunnen zeggen van ik gooi dit in de kachel. Maar ja, het is eigenlijk ook wel mooi om dat zo langs die moestuin te maken. Het water staat nog steeds mega hoog. Dat was waar we net liepen. Dus daar staan die bomen die gezaagd zijn. Ik zit te denken om hier zo daar een plateau te gaan bouwen voor mijn berghutje als het ware hier aan het water. Ik zal er even heen lopen. Ja, hier zo. Dus voor die, eigenlijk hier loopt het berg op. Hierachter zit die beek en het grote bos. En dan heb je hier de voorkant zo uitzicht over het water. En dan, daar kunnen we ideaal iets van vogels fotograferen, dat soort dingen. Of gewoon lekker relaxen bij de houtkachel die ik daarin wil gaan zetten. Dus dan heb je hier gewoon een plek voor jezelf. Muisstil, midden in de natuur. Mijlenver, wou ik zeggen, bos. En dan aan de voorkant het water, dan kun je, ik wil eigenlijk een soort luikjes erin maken dat je ook met een telelens vogels en dieren kan fotograferen, dat soort dingen. En waar je ook in kan overnachten af en toe. Ja, dat is een soort droom die ik altijd heb gehad en op een of andere manier moet het er nu maar eens van komen, zit ik te denken. Ik zit wel nog een beetje te twijfelen over de bouwvorm, moet dat een soort A-frame worden? Of echt gewoon traditioneel berghutje, ik weet het nog niet. In ieder geval binnenkort gaan we een soort fundamentje maken. Ik denk dat dat het belangrijkste is en dan begint de rest vanzelf wel te komen. Zo, ik ga nog een paar plakjes afzagen. Heb je tips, opmerkingen, zet ze onder in de comments. Vooral tips zijn welkom, want dit kun je volgens mij niet efficiënt genoeg doen. Alleen, onthoud, je kunt hier niet komen met materieel. Dus die quad, dat gaat nog net. Alhoewel, de kloofmachine zat vorige week ook vast. Het water moet eerst even wat zakken. Dus we zijn aangewezen op de bijl en op de zaag natuurlijk. Ik zit even te kijken of ik de goede bijl heb gepakt. Ik zei toen straks... X36, maar ik heb de oude, de X27 vandaag gebruikt. Dus wel eerlijk zijn in de video natuurlijk. Dus ik zal de volgende keer mappen met de nieuwe. Deze doet dus ook gewoon goed.